Graafschap. Met z'n allen naar de Eredivisie. Kom op! Yeah! En die boodschap kwam dan ook duidelijk over bij de spelers. Ja, je weet dat de fans zo tekeer kunnen gaan en dat ze dan hier zijn weer vandaag, is ook mooi. Geeft u dat nog wat extra's voor morgen? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, de motivatie om die finale te winnen is er sowieso, maar met dit publiek erachter dan mag het niet meer misgaan. Ga je dan morgen met dit in het achterhoofd het veld in? Ja, ik denk dat ze ons morgen weer gek gaan maken als we het veld opkomen, dus nee, dat komt helemaal goed. Maar daar zijn de fans nog niet allemaal even zeker van. Ik heb 3 nachten niet geslapen. Ja, het is... Je maakt het gewoon niet zo vaak mee bij de Graafschap. Ja, de spanning die slaat al helemaal toe. Morgen met vrienden gewoon onder elkaar. Ja, dat is zo'n uniek moment dat je gaat promoveren. Ik heb 1 jaar geleden een tatoeage van de Graafschap laten zetten omdat het gewoon mijn steun onvoorwaardelijk is. En die steun kwam van honderden supporters vanmorgen. Inclusief de allerkleinste. Ja, er zitten de hele week al boeren te schreeuwen. Dus ja, die vond het ook wel een keer leuk. En om haar echt mee te nemen naar het stadion is natuurlijk nu nog niks. Maar ja, die wordt wel enthousiast van. Nog enthousiaster zijn ze waarschijnlijk morgenavond. Als het de Graafschap gelukt is om voor de 9e keer te promoveren. De Graafschap is het tafellaken voor de Eerste Divisie. En het zet vet voor de Eredivisie. Maar ik vind wel, als ze nu de kans hebben, ze moeten nu promoveren. Want volgend seizoen... ploegen die een beetje gelijkwaardig zijn, Fortuna, Excelsior, VVV, die kun je altijd proberen beneden hier te houden. Graafschap is voor mij alles. Geen vrouw, gewoon de Graafschap.